En ik moet iets rechtzetten. De eindregisseur vroeg me wanneer won AD van der Poel. Ik zei spontaan, uit mijn geheugen, 96. Ik was er 2 jaar naast. 94. Van der Poel won in 94 voor Groenendaal en Wim de Vos. In 96 was hij derde na Bramati en Groenendaal. Dat waren, Paul, de tijden van de Italianen Bramati en Pontoni en de Zwitser Frischknecht die de boel domineerde, maar dan toch meer en meer last begonnen te ondervinden van de Nederlanders Groenendaal en Van der Poel in zijn najaren. Jawel, jawel, jawel. Had hij niet te onderschatten natuurlijk. Hè. Als wegcoureur kent iedereen hem. Als crosser helemaal ontpopt op latere leeftijd. Straffe kerels. En eigenlijk mag je blij zijn als je met hem in het veld gereden hebt. Ze zijn unaniem, zei die aan het woord mochten. Het is zwaarder dan vorig jaar, ook al zijn de omstandigheden anders. Ja. Beter op het eerste gezicht. Ja, afwisselende natuurlijk veronderstellingen, maar straks zal er veel meer duidelijkheid zijn. Lars Boom, oh ja, dat was toen een intense strijd met Nijs onder meer. Maar toen kwam Nijs, ook in de tweede helft van zijn carrière eigenlijk. Hè. 2006 voor het eerst en dan nog in 2010, 2011, 12 en 13. Nijs won hier 6 keer en won de eerste keer in 1998 en is nu de grootste afwezige. Er is een reden voor. Vorig jaar gaf Nijs totaal ontredderd op. Dus helemaal niet zijn ding, heeft hij eigenlijk nooit gedaan in zijn carrière. Heeft overal waar voor zijn geld gegeven in alle organisaties. Maakt hij een punt van, dat heeft hem zelfs wereldtitels gekost. Omdat hij overal tot aan het gaatje wilde gaan. De organisatie zag dat anders. Verwees naar het reglement dat de organisatoren moet beschermen. Een reglement dat zegt, als je opgeeft en je hebt geen geval van overmacht, dan word je maar betaald naar rate van het aantal afgelegde ronden. Dus was daar het verdict na een vergadering op dinsdag. Meneer Nijs, je krijgt slechts 3/8 van je startgeld betaald. En dan was Nijs in zijn eer gekrenkt. Maar dat is allemaal triviaal bij deze minuut stilte voor Erik de Vlaam. Stilte kan oorverdovend intens zijn. In nagedachtenis van een coryfee. Een mens die in twee tijden de cross grote diensten bewezen heeft. Tijdens zijn carrière. Door al die wereldtitels, door zijn dominantie. 4 Belgische titels. 9 keer Overijssen. Dat waren in zijn periode de merkpunten. Maar dan, ondanks een moeilijke periode, toch rehabilitatie gevonden als bondscoach. En ook daar zijn stempel gedrukt. Als vernieuwer. Als winnaar met zijn poelaars van totaal 20 medailles. Vooral bij de jeugd had dat een enorm effect. Maar vooral ook vanwege zijn impact op de vernieuwing van de cross. De cross zoals die er nu uitziet. U hebt wellicht versteld gestaan toen u daar net die archiefbeelden zag. U hebt gezien dat daar geen linten gespannen waren. Dat dat recht toe, recht aan de wei door was. Dat men over paden ging waar niet één indicatie was van waar ligt hier het pad. Nu zijn die amfitheaters, zo wil ik ze graag noemen, totaal anders opgebouwd. Met die lengte die Erik zo graag had van tussen de 2,5 tot maximum 3. Ja. Met veel techniciteit, veel op en af, korte klauterpartijen, waar hij niet noodzakelijk in de modder moet dabberen. En dat er niks veranderd is, want dat ook Van Damme dat toch wel eens een keertje heeft opgegeven. Zou wij toen ook moeten inleveren hebben? Ja. Ja. Ze zijn weg. Daar gaat Van der Poel onmiddellijk bij de start al uit zijn klikpedaal. Dat kost hem dan toch wel een plaats of 10, want dan is de rest natuurlijk onder stoom. En in volle vaart naar die eerste bocht die er vrijwel onmiddellijk aankomt. Daar heb je Maka van Turnhout en Taramarka die opdraaien. Pauwels is goed weg. En ook Gianni Vermeers, net als gisteren. Vermeers overigens gisteren uitstekend voor de dag gekomen in Essen. Goed voor hem met een 5e plaats. De mannen van Met de Penningen in blok toch weer aan de beterhand. Renaat. Ja, Michael van Turnhout als eerste
tussen de weiden in voor Taramarka. Pauwels op 3, Vermeers op 4, Meeuwsen op 5, David van der Poel op 6. En dan zoek ik zijn broer. Hier komt hij dan pakweg 12e positie, de wereldkampioen. We zoeken hem en we vinden hem. Inderdaad, daar moet hij in de meute proberen op de fiets te blijven. Dat lukt hem niet. Ze staan stil, dan moet hij ook stil. En dan weer al lopend doorgaan. We gaan nog eens kijken naar die start, hoe het gebeurt. De tweede keer pech in 2 dagen. Schuift weg met zijn rechtervoet, ja, hè, dat op is het startstreepje. Vaak te wijten aan... aan de topjes die dat onder je tippen staan. En ja, dat is aluminium of een klein beetje ijzer. En dat schuift op een bepaald moment. En dat heeft hem toch wel dat probleem eigenlijk op de nek gehaald. Ook Klaas van Tornhouten, niet bijster goed weg, zal ook aan een inhaaljacht moeten beginnen en kan dat eventueel doen in gezelschap van de wereldkampioen Renaat. Ja, nog even over Van der Poel. Assistent Mark Vijverman had het nageteld als 15e pas de wei ingedoken. Ja, hier zit hij achter nummer 23, dat is Jens van de Kinderen aan. Ja, en dan ben je slecht weg en dan kom je natuurlijk tussen renners en dan word je nog eens een keertje opgehouden. En dan is er maar één optie, rustig blijven en ja, werken aan uw achtervolging die dat toch wel een ronde of 2 in beslag gaat nemen. Bewonderenswaardig hoe hij dat euvel van gisteren aanvaard heeft, zeer snel. Gisteren zal het nog wel even pijn gedaan hebben mentaal, maar ik zag hem vanochtend toen ik hier aankwam. Toen was hij de cross voor de belofte aan het monster en toen zei hij van ja, vandaag dan maar winnen zeker. Ja, het was iets raars hè, met de derrière uiteindelijk. Die derrière is gewoon ontploft. Hè. Die is in 2 stukken gevlogen. Is dat dan een constructiefout? Dat is zuiver een constructiefout. Hè. Dus hij heeft niemand, zelfs die pad was niet van het frame af. Dat is vrij uitzonderlijk. En het is effectief, zoals Renaat zei, er is geen derrière meer te zien. Dat klopt, want die was gewoon in 2 stukken en die is uit elkaar gevallen. Het versnellingsapparaat is achter derrière, ja. Geëxplodeerd. Mm-hmm. We zullen daar maar geen merknaam op plakken. Michael van Tournout die kijkt op dit soort omlopen. Hè. Veel diversiteit op en af. Ik kan me inbeelden dat hij denkt van dat lijkt hier een beetje op Ronsen. Ja, dat kan hij. Dat durft hij resoluut uitspreken. Hè. Een andere jongen zou bevreesd zijn om naar Overijssen af te zakken, maar hij... Overijssen, dat ligt me. Daar kom ik graag. Ga ik graag naartoe. Hij krijgt een vrije rol. Hij heeft het dus niet om te zien naar Pauwels, die daar als derde doorkomt. Meeuwsen met een tussensprintje naar voren. Dan Vermeers, dan David van der Poel hier bij Van Kessel, zijn landgenoot. Is Maaise hier met... Toon Aerts. Ik heb de indruk dat Van Tornhout wel degelijk in orde is. Hier is Van der Poel, die zal er wel opschuiven met Baastaans aan het wiel. Dan zagen we Peters, dan zien we daar Jurie Adams. Zou Peters eens met een vrij hoofd aan het rondcrossen zijn? Het zou wel gekomen zijn hè, voor hem. Als je dat allemaal meemaakt, toch wel verschillende koersen achter elkaar, dat het helemaal niet vlot. Ja, dan is dat gewoon welkom. Dan gun je hem dat eigenlijk wel. Maar het moet ook de conditie zijn en ook dat hoofd alleen. Dat mag niet meespelen, want ja, nu wordt dat aanvaard. Of nu blijkt dat dat toch wel en misschien aanvaardbaar is. Maar vroeger was dat gewoon resoluut een trap onder je kont. Paul Herreger is in vorm, Renaat. En de achterstand van Mathieu van der Poel is 21 seconden op de 14e plaats. Geen Wout van Aert vandaag, wel zijn ploegleider Niels Albert, want hij heeft hier natuurlijk nog veel jongens van vastgoedservice Golden Palace. Merlier was je eerste man, hè? Ja, klopt. Start een klein beetje gemist, maar de wedstrijd is nog lang. Parcours in Overijssen, jij die hier gewonnen hebt in 2009. Ja, dat is een heel mooi parcours. Hè. Ik vind het een heel technisch parcours ook. En we pijken nu terug uit de weiland naar boven, ook direct naar de start. Dus het is zeker niet makkelijker geworden. Over de afwezigen. Wie er niet is, heeft eigenlijk altijd ongelijk. Maar over Overijssen. Moet Overijssen terug in een klassement? Ja, ik denk wel dat Overijssen zeker thuis hoort in een klassement. Maar ik denk dat er heel veel mooie organisaties zijn die eigenlijk thuis horen in een klassement. Maar dat is niet aan mij, denk ik, om die in een klassement te steken. Genoteerd. Dat moet de organisator zelf beslissen. Hij heeft een goede 15 jaar geleden gekozen voor onafhankelijkheid. Toen zat hij in de superprestige. Het is zelfs zo dat Overijssen mee aan de basis ligt. Daar heb je Van der Poel van die superprestige. Meneer De Brouwer, misschien wel iemand die achter de schermen evenveel betekend heeft voor de cross als Erik de Vlaming. Dat lijkt een zware uitspraak, maar ik sta er wel achter. Die heeft de superprestige opgericht. Dat was toen revolutionair. Een Europees gebeuren was dat. Maar
toen kwam de almacht van de sponsor Kercher en die ging al maar meer in isolement naar Vlaanderen. En Overijs legde zich daar niet bij neer en zei van wij gaan op ons eigen houtje verder. Dat is in kort samengevat de reden waarom Overijs een losse cross geworden is. Het is natuurlijk wel sneu dat in deze periode tal van mannen naar het zuiden trekken en dat Overijs daar middenin valt en daar een prijs voor betaalt. En wat je dan merkt, dat de mannen als Albert en Nijs dan wel de eer aan Overijs wilden laten waar Overijs recht op had. Met andere woorden, die kwam hier wel aan de start. Die jonge mannen zeggen, nee, dat past niet in onze moderne opdracht, in onze moderne opbouw naar het WK. Ja, ja. Lef Gozer, om dat zomaar uit te drukken. Nijs is een apart geval, hè. Het is doodjammer dat hij hier niet aan de start is in de allerlaatste keer dat dat kon. Dat is een foute inschatting. Ja, dat is zonde, hè. Want de keer dat hij eigenlijk opgegeven heeft, dat kun je eigenlijk op één hand tellen. En dan is dat zonde. Als je dan ook nog de achtergrond kende, vorig jaar, Sven, ja, dan heeft hij daar zeker niet om gevraagd. Komt er ook nog eens bij dat Albert door dat heuvel aan het hart niet meer bij machten is om te crossen op het hoogste niveau. Dan blijft Vlaams-Brabant, waar Overijs in ligt, verweest achter. Michael van Toornout zal daar wellicht niet mee bezig zijn. Die denkt van ja, ik raak mijn kans. Zeker als Van der Poel zijn start mist. Het is aan Meesen hier blijkbaar om te achtervolgen. We hebben van vorig jaar met Tarmarca, met Pauwels en Van Kessel. Dan heb je hier Merlier die de koord trekt met Vermeers die wat teruggevallen is. Daar Klaas van Toornout die mee opschuift. Daar heb je Van der Poel. Is nu toch al tot op 15 seconden genaderd. Ja. Toch nog zoeken voor Mathieu van der Poel. Daarnet toch al een paar keer in het wiel van Klaas van Toornout gesignaleerd. Dan toch iedere keer nog een klein incidentje. Straks gaat hij echt vrijgeleide krijgen en helemaal kunnen zich ontpoppen. We gaan weer naar Renat. Eens kijken naar die verschillen. Halfweg de Weide of toch iets hoger al. Meeuwsen komt bijna terug op het wiel van Michael van Toornout. En dat is nog een seconde of twee, drie serieuze forcing van Meeuwsen. Met Tarmarca, met Van Kessel en Pauwels in het spoor. Dan het tweede groepje bestaat uit de twee Van der Poels. Met daar ook nog Vermeers bij. Merlier probeert daarvan weg te rijden. En ook Toon Aerts zit in dat groepje. Oké. Daar heb je de truitjes. Op wie we ons wat concentreren. Daar gaat de wereldkampioen voorbij de Belgische kampioen. Die daar wat blijft hangen, had ik de indruk. Vooraan is Meeuwsen op het wiel gesprongen van Michael van Toornout. Pauwels die galant meevolgt. Pauwels ook ex-winnaar hier. In een bikkelharde strijd toen met Nijs en met Lars Boom. Mm-hmm. Waar hij eigenlijk van profiteerde van dat duel. Op zijn kousenvoeten. Oeps, meegeschoven. Weg. Ja. En dan er vandoor. Dat was nog in de beginfase van zijn carrière als prof, hè? Meeuwsen goed mee nu. Viel gisteren uiteindelijk toch wel wat tegen. Ja, ja. Het was graag willen, maar niet kunnen. Dat is ook zo. Had natuurlijk ook nog de pech van die schuiver. Als we de uitleg mogen geloven van Michael van Toornout, dan waarom niet? Daar zien we Van der Poel, die de Belgische kampioen toch meeneemt. Renaat. Ja, en ik sta bij de man die de Weide eigenlijk de naam gegeven heeft. Hè? Want het is tegenwoordig de Weide van Daan, de zanger, de Vlaamse zanger. Klopt het dat dit de Weide van Daan is, Daan? Ja, dat klopt. Ja. Wat doet het als zo'n topveldrit voor uw deur wordt gereden bij manier van spreken? Maar ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch. Ik kijk er wel graag naar. Ik heb veel respect voor die mannen ook. Nee, dat was heel grappig toen ik hier kwam wonen. Toen ik hoorde dat, ja, ja, dat de koers hier eigenlijk doorgaat. Dat is leuk. Dat is entertainment. Lang uit op de bank, de zondagnamiddag? Op televisie kun je natuurlijk nog beter volgen, maar dan heb je de sfeer niet mee. Dus ik vind het veel leuker om hier tussen het volk ervan te genieten. Je kan ook kijken intussen naar het reuzenscherm, dus je hebt van alles het beste eigenlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Nee, we maken er ook altijd een feestje van bij wat vrienden hier. Dus, ja. Volg je het ook sportief? Wie gaat er volgens u vandaag winnen? Nijs heeft hier zoveel gewonnen. Dat is spijtig dat hem, uiteindelijk niet afgekomen is. Ik denk Van der Poel dat hij na gisteren wel zo gebeten zal zijn. Dat hij, ik denk dat hij het meeste kans geeft vandaag. We zijn benieuwd. Dank u voor uw tijd. En Housewife is een fantastisch nummer. Dank u. Je had het hem kunnen laten zingen, Renaat.
Ja. Meester heeft het heft in handen genomen en dat is fel wat hij daar doet. Het spat er vanaf, de lust bij Meuse. Vorig jaar, om je maar te zeggen dat het niet altijd lukt dat je hier op dit zware parcours Cavalier Zuid speelt, werd het een vierstrijd tot de laatste ronde. En in de achter... ook met z'n vieren de afdalingen. Maar Meuse had de kop genomen op driekwart van de eindstreep en stond hij niet meer af. Ondanks aandringen van Klaas van Tornhout, die het manoeuvre natuurlijk wel door had. Maar Meuse als equilibrist, daar was niks aan te doen. Dat hij er maar werk van maakt, want Van der Poel is op komst. Heeft uiteindelijk Klaas van Tornhout helemaal afgeschud. Evenwichtig ook al in dat kopje. Hè. Ik zie hem dat meteen niet te brutaal doen. Daar klinkt naartoe rijden. Nee, enigszins goed overwogen. Ik zal niet zeggen bezadigd, maar we hebben nog tijd. Hè. Dat kan. Daar is hij al. Dat kan. Als je weet dat ook Nijs niet aanwezig is en dat ook Wout van Aert er niet bij is, dan komt dat automatisch, die klik van dan kun je wat meer tijd of ruimte inlassen op een bepaald moment. En daar is hij netjes mee bezig. Je leeft in het besef dat er vooraan geen kerel is die een supertempo kan neerzetten. Natuurlijk, natuurlijk. Want zij werden de voorbije wedstrijden vrijwel altijd op een minuut of meer gereden. Ja, dat klopt. Hij hoort ook natuurlijk dat Michael van Tournout aan de leiding rijdt en een Meuse. En dat zijn jongens die dat sterk voor de dag kunnen komen. Maar uiteindelijk is dat geen spek voor de bek van Van der Poel. Daar is hij al. Daar is Merlier. Die gaat daar naar Pauwels toe. Taramarca doet goed mee, maar dit is, dat heeft men altijd al gezegd, dat is een eeuwenoud begrip. Alhoewel, het gaat hier over de 56e uitgave van de Druivencross. Is een Zwitsers parcours. Ja, heeft in het begin wellicht nooit anders gekend bij hem in der Schweiz. Dat is altijd van dat. Keren, kruipen, klauteren. Miserie troef, hè, af en toe wel in Zwitserland. Je spreekt een uitstekend mondje Duits, Paul. Ja, dat is enkel maar van die ene cross waar dat het ooit lukte, zeker van Steinmauer. Is dat Swiss-Dutch? Ja. Hij sluit zo goed als aan. Ja. Hij komt. De regenboog zint. Zag je die kleine correctie bij Meuse? Hoe galant, zeg. Ja, dat gaat nooit weg, blijkbaar. En vroeg of laat komt dat toch hopelijk eens een keertje allemaal terug. Een wonderjaar van Meuse. Het zou wel eens leuk zijn met hetgene dat hij kan. Met zijn trucjes, springen, zweven, vliegen. Het kan allemaal wel bij Meuse. Van der Poel heeft dat dus ook. Hè. Zoals een motocrosser dat achterwiel uitzwaaien. En dan onmiddellijk in die correctie overgaan. En dan een man voorbij steken in de aanpalende berg. Jawel, zelfs op 10, 15 meters verschil rolt hij daar toch Merlier op. Dit zijn de twee koplopers. Liggen een steegje voor. Hier gaat straks in de finale gepikkeld worden. Als ze tenminste nog samen zijn, daar geloof ik niks van. Op dat kasseitje om eventueel die sprint goed in te zetten. Want als Van der Poel komt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij binnen een ronde of twee, maximum drie, alleen rijdt. Alhoewel, hij heeft nog een weg af te leggen. We zijn nu weer aan de vuurmolen, het administratief centrum van Overijse. Hier heb ik Kevin Pauwels. Van der Poel bijna op het wiel van Taramarca in dat achtervolgende groepje. Op weg naar de volgende wijde passage. Hier is Van Tornhout met David van der Poel, met Aerts en met Vermeers. En daar hebben we ook Meissen. Arnouts passeerde ook, komt er ook niet doorheen. Kan Van der Poel hier nog wat opschuiven? Ja, richting Taramarca nu. Maar dat is ook beteest hier. Forceren, dat hoeft helemaal niet. Je hoort ze waar dat ze rijden. En dat is voldoende voor deze Van der Poel. Pauwels en Van Kessel. Taramarca en Van der Poel. Posities blijven hier ongewijzigd. Het is Pauwels die het tempo bepaalt. En aan Michael van Tournhout heb je een goede reisgezel. Jawel, hij rijdt. En dat is leuk natuurlijk als je met de twee op pad bent. En je bent dan ook nog eens een keertje aan elkaar gewaagd. En je komt er ook nog eens overheen. Ja, dan heb je de juiste gezel bij je.
Als je in de bloedvorm bent, moet dit een fantastisch parcours zijn. Amai. Dat moet je wel zijn in je de eerste al plaats. Je kan kunstjes kwijt. En ook nog houden van omhoog rijden. Je moet echt over alle kwaliteiten beschikken. Je moet ook lef hebben. Risicovol durven crossen. Dat heeft natuurlijk niet iedereen in zich, maar blijkbaar is dat allemaal geschoold. En Pauwels komt. Pauwels, ja, in één ruk dan nog wel. En Arnaud was er nu. Ja, Meeuwissen keek achterom en het zijn nog drie seconden en dan is Pauwels erbij. De wereldkampioen Mathieu van der Poel, dat is op 9 seconden met Merliers en de Zwitserse kampioen in zijn spoor. U zou versteld staan mocht u daar langs de kant staan, maar dat heeft u wellicht ooit al wel eens gedaan. Maar mocht u nog nooit de kans gehad, dan begrijp ze van de snelheid. Hè? Hoi, van Kessel. Die zit zich helemaal dwars. Ja, dat zagen we gisteren in Essen ook een paar keer gebeuren. Iets te grote versnelling en dan krijg je die beweging. In plaats van vooruit ga je dan opzij. Die meneer die daar met dat veelkantig cameraatje bezig is, die werkt voor ons, voor de website. Is met speciale opnames bezig en dan ga je in 360 graden beelden zien. Dan ziet hij wel spectaculair. Sportsa.be, morgen maar eens gaan piepen, denk ik. Dan ziet hij heel veel 360 graden. Pauwels Meeuwissen van Tournaut. We zitten met een drietal voor op de mannen van Sunweb Napoleon Games. Maken mee de dienst uit. Jawel, ideaal moment, maar daar is de witte merel. Maar daar komt het gevaar. Kruisje, het gouden kruisje rond de nek. Rechter naartoe. Hij werkt begeesterend. Hè? Ik merk dat als ik met José de Kouwer op pad ben in het buitenland en de naam Mathieu van der Poel klinkt, dan gaat de toonhoogte opwaarts. Ja, kan begrijpen. Hè? Zelfs... Is dat de erkenning van het toptalent? Daar gaat de Kouwer natuurlijk ook niet zomaar maar aan jij hebt het ook. Aan voorbij gaan. Je spreekt over de witte merel. Ja, maar dat is ook zo. Als je krijgt toch de stuipen op het lijf als je hem ziet staan. Als je zo een kerel tegenkomt aan de start, dan verlies je natuurlijk al een klein beetje van je capaciteiten. Hij oogt enorm goed. Charisma tot en met dat materiaal tot in de puntjes. En dan ook nog die lengte mee van zijn pa meegekregen. Je moet al sterk zijn om er tegen te strijden. Had jij dat ook toen je bijvoorbeeld aan de start stond en naast Pontoni plaats moest nemen? Of naast Frischknecht? Ik heb mijn plaats altijd wel gekend. Dat is een trapje lager. Ja, absoluut. Absoluut. En het is af en toe wel eens bluffen, omdat je weet dat je een bepaalde cross aan kan. Maar voor de rest is het altijd wel een klein beetje overbluffen misschien. Maar voor de rest in, van binnen heel klein. Naar Renat. Ja, bij Mario de Klerk, de ploegleider bij Sunweb Napoleon Games. Michael van Toeren had bevestigd zijn topprestatie van gisteren, toen hij derde werd. Ja, heel goed gisteren. Vandaag ook terug. Ik denk dat die jongen terug aan het groeien is naar een topconditie. Wat ook belangrijk is voor ons ook, voor het kampioenschap die een aantocht is. Kevin Pauwels? Goed, vandaag heel goed. Gisteren toch nog een beetje vermoeid. Maar vandaag had ik hem ook beter verwacht dan gisteren. Dus ik hoop op een zege vandaag. Klaas van Tornhout? Ja, Klaas, het is natuurlijk als je ziet terug een heel moeilijke start. Ik denk dat hij terug een moeilijke dag tegemoet gaat. Nog één naam, Gianni Vermeers. Gianni heeft gisteren een keer bevestigd dat hem het wel kan. Hij heeft niet zo'n echt topjaar, maar hopelijk laat hij ons vandaag terug verrassen. Maar het ziet er niet zo super uit. En de kop komt hier nu langs onze neus voorbij. Meeuwissen en Van Tourenhout, gevolgd op 7 seconden door Pauwels en Van der Poel. Er is inderdaad één onbekende factor bij. Het is geweten dat dit, dat hebben we al uitgelegd, de periode van de stages is. Maar je weet natuurlijk niet wie wat in die stageweek precies gedaan heeft. Waar lagen de accenten? Hoe hoog is de afmattingsgraad van al dat werk op die stage? En wat is het gevolg daarvan voor het lijf en het prestatievermogen in de cross daarop? Dat is, vermoed ik, nee, daar ben ik zeker van, voor alle individu's verschillend. En de ene gaat daar dan al wat meer last van hebben dan de andere. Ik denk, hoe jonger, des te meer. Als je van een groter kaliber bent met ervaring, met leeftijd, dan kun je dat beter verwerken. Dat klopt helemaal. Nooit spiegelen, altijd naar jezelf kijken en daarvan uitgaan wat het beste is. Van der Poel heeft
door zijn apart geval, die knieoperatie, die latere start, die comeback, die heeft hij al achter de rug. Mm-hmm. En is nu alweer een volle week thuis. Dat klopt. Andere optie, niet afgezakt. Gekozen voor Lichtaart, een stage waar dat hij van genoten heeft met de ploegmaats. Een stage na de buitenlandse trip. Ja, ondertussen wel op 10 seconden terug. Wat is die Meeuwse gretig? Door de prik van Meeuwse, ja. Zeer gretig. En voor Van der Poel denk ik dat hij dus gekozen heeft. Als ik bij Powels kom, is het eigenlijk voldoende. Dat is mijn favoriet voor vandaag. Klein beetje kijken. Maar als Powels dan niet rijdt, ja, dan hoef je dat misschien ook even niet te doen. Maar niet te lang daarmee wachten en dan zelf initiatief nemen. Ga je nu zeggen dat hij erop rekent dat de twee vooraan automatisch terugvallen? Ongeveer, hè. Echt terugkomen. Vanzelf komen die niet. Hè. Daar hebben ze te veel reputatie voor. En daar past het parcours te veel voor op hun lijf. Maar toch niet te lang aarzelen natuurlijk. Vanzelf, ja, toch maar zelf druk zetten. Zijn mee zoals bezig. Hier bijvoorbeeld, hier in de weide, waar Van der Poel toch weer een hoog tempo ontwikkelt, waar Powels blijkbaar wat last mee heeft om dat te volgen. Zoveel tempo dat hij zijn achterwiel doet slippen en daardoor wat slag zijn maakte. De twee mannen vooraan hond het weer onder impuls van Meeuwse, die bocht al uit. En nu heel even bijpompen. Oef. En dan weer gas geven. Ja, de weide ligt pittig hoor. Geen respect. Goeie sponsor, Daan. Als ze door zijn weide mogen ploeteren. Ja, vooraleer hij eigenaar werd, dan moest die weide gehalveerd worden. En dan bleef het stuk in de weide maar beperkt. Maar hier zijn in Overijse zoveel mogelijkheden, zoveel uitstapmogelijkheden naar andere stroken, dat ze hier altijd wel wegkomen. Zeven seconden. Gezien zijn ze altijd geweest. Klein beetje korter gekomen. Dan kan ik niet begrijpen dat er in een jaar tijd geen compromis gevonden is met Meeuwse. Weer een prikje, Meeuwse. Gaan waar het kan. Tussensprint van Van der Poel. Zoals hij er gisteren ook een paar keer eentje geplaatst heeft. Ja, zelfs, drie keer toe, zelfs drie. En de derde was helemaal de juiste. En dan... Maar dan had je Van Aert die dan toch zei van helemaal weg was hij niet. Daar ben ik denk van wel. Daar ben ik ook van overtuigd. Ik denk dat hij weg was. Ja, misschien wel. Maar toch, met Van Aert kun je toch niet zomaar zeggen van, dat hij er niet meer naartoe zou gekletst hebben. Ik hoor dat graag. Tenslotte nog twee ronden. Ik hoor dat graag als lille verdedigter Renaat. 4 seconden, de achterstand van de wereldkampioen. En ik denk dat hij er naartoe gaat, naar de kop van de koers. Daar komt hij al uit de bocht. Mm-hmm. Van Tienaar. Meeuwse, dat is een stuk waar hij op kikt. Van der Poel kan dat natuurlijk ook. En dan ziet u gewoon met het blote oog dat hij in de overgave naar dat hobbeltje gewoon meer power heeft. Ja. Aansluiten. En dan ook natuurlijk daar nog uitputten, want Powels ook nog eens een tikje meegeven. Weliswaar maar voor even. Komt wel terug aansluiten, maar dat pak je dan, of dat neem je dan toch mee? Het kan best zijn dat Michael van Toornhout in het tweede deel van deze race wat terugvalt. Maar wat heeft hij ook een pak talent. Ik herinner me nog na het WK in Hoogrijden de woorden van Sven, zijn neef, dat hij zei van we hebben er werk aan. We laten hem nu nog wat doen, maar de serieus zal er toch moeten komen wie hij de stap vooruit zetten. Wel, ik denk dat hij zo stil aan het komen is. Jawel, dat hij zijn tijd nog maar neemt. Er is nog talent voorlopig dat nog iets sterker is. Maar af en toe is meespelen, ja, dat is genoeg. Hè. Dan weet je dat de toekomst verzekerd is. En ja, laat het maar rustig groeien. Renaat heeft ook een monument bij zich. Klopt, de aartsrivaal van ja, Wijlen, Erik de Vlaming. Het doet nog altijd vreemd om dat te moeten zeggen. Albert Van Damme, hoe ga jij hiermee om? Ja, hij gaat ermee om. Het is natuurlijk een heel spijtig geval, een icoon dat wegvalt. Maar ja, als je de omstandigheden ziet en meegemaakt, ik heb er over 2 jaar bij geweest. Misschien is het een geluk voor hem en zijn vrouw dat hij in alle stilte kunnen afscheidnemer heeft. Hè. De kampioen, Erik de Vlaming, laat ons daar eens over spreken. Die duels die jullie zo vaak hebben uitgevochten. Ja, dat zegt veel. Hè. Ik wil zeggen nu, ik, Erik en Robert Vermeire, plus Quick van Volk en André de Brouwer van Overijse, wij hebben de cross uit de grond gestampt over 40 jaar. Dat klopt. Ja, want ik ging naar de cross gaan kijken, was 13 jaar in Heusden bij ons. En dat was 200 man en een paar katten. En dat was al dat op de cross, want dat was Stefan Kerbroek en Funière. En ik had daar nog geen gedacht van te crossen zelf. Hoe moeilijk was het om Erik de Vlaming te verslaan? Het was heel moeilijk, maar het is like of Roger de Vlaming zegt,
Als je Erik klopt of Rosé klopt net die Merckx, dat telde voor 5 overwinningen. Hè? Want dat was, ik moet niet zeggen zo of zo, Erik is de allergrootste die er ooit geweest heeft, die er ooit zal komen. Ten eerste met zijn crossparcours en ten tweede met zijn wegparcours. 7 keer wereldkampioen. Ja, 7 keer wereldkampioen en dan nog zoveel keer kampioen van België. De Ronde van België op de baan gewonnen, een toerrit gewonnen. Hey, de 6-daagse gereden met Rudy Altig. Ik vind wel dat dat op ongeëerbiedigde hoogte zijn. Hè. En ik ben altijd fier dat ik hem, Erik de Vlaming, Rosé de Vlaming, ik heb Merckx geklopt, ik heb Guimard geklopt. En ik ben er altijd heel fier op. Dankjewel, Albert van Damme. Ja. Geniet nog van de cross. Dank u. Proficiat, Bert van Damme. Want de koers is hier volop aan de gang. En Van der Poel schuift op naar plek 2. Het is Michael van Tournauten die het tempo nu gaat bepalen. Die het heft in handen genomen heeft, ondanks een schuivertje hier. Mm-hmm. En daardoor houdt hij de rest wat op. Maar dan kun je ook gewag maken van enige vakkundigheid door je fiets wat laten uit te zwiepen. Met z'n vieren. Ja, zoals het vorig jaar het geval is. En er is een 5e opkomst. Hier is Klaas van Tornhout in het gezelschap van Jenny Vermeers. De ploegmaat van Sunweb. Sunweb kleurt deze namiddag. Renaat. En die 5e, ja, dat is Corné van Kessel die daar op een seconde of 8 achterhangt. En Merlier is dan 6e op 13 seconden. Dus er kan nog van alles gebeuren. Zijn we al half cross? Bijna, hè? Mm-hmm. En Van der Poel zit met veel overschot nu te rijden, wachtend op zijn moment. Maar keer hadden we niet gezegd, gezien. Een ronde of 2, dat is wellicht nog iets te kort, maar over een ronde of 3 rijdt hij alleen? Ik ben benieuwd. Zou kunnen, maar hij doet het natuurlijk op zijn manier. Hij kan wachten. Hè. Slipper Pauwels. Ja, tegen de grond. Pauwels verliest daar voeling. En hetzelfde overkomt daar Van Kessel. Wat een vreemd gedoe. Is dat dat schuine paaltje dat daar wat in de weg staat? Ja, natuurlijk. Je rijdt daar naar beneden. Dat wil zeggen, als je tegen de nadar zit, dan moet je minder meters omhoog klauteren. Maar het is de kunst natuurlijk een evenwicht te vinden op een bepaald moment. En recht blijven is de boodschap. Het is wat vreemd. Hij pakt daar die dubbele nadar vast en haakt zich letterlijk. Hij gaat niet meer rijden. Michael heeft gekeken. Waar is de Pauwels? De Kevin. Zullen er dan toch orders gekomen zijn van bovenhand? Want gisteren was dat wel degelijk het geval in de slotronde. Hij legt het lam. Ja. De elleboog van der Poel dan maar. Nu nog wat inhouden, gewoon tempo rijden en dan die volgende weidestrook aanpakken. Toch een belangrijke weide straks. Een beetje nivelleren. Platleggen. Misschien wel het grootste stukje cross dat er voorlopig voor de hand ligt, waar je het verschil kan maken. 28 minuten bezig hier, Pauwels. Tot achtervolger gedwongen. Slechte moment, want hier gaat er eentje aan de boom schudden. Hij zet ze onder druk. Hij zet ze onder druk. Een lengte. Meeuwissen heeft daar de voorbije ronde al heel veel gegeven om precies die Van der Poel af te houden. Om te beletten dat hij helemaal weer vooraan verscheen. En heeft hij nu wel de kracht om die Van der Poel bij te houden. Hij duikt daar als het ware onder dat stootkussen door. Ja, en zuiver. Is een enorme lefgozer. Maar Meeuwissen weigert voorlopig te plooien. En zuiver op de macht, hè. Dus je kan niet gaan rechtstaan, want dan heb je geen grip. Het is zo lang mogelijk in het zadel. Ging daar wat schuin hangen. Dat kost hem dan weer een lengte of 2-3. Maar gaat dan weer door op de trappers te lopen naar Van der Poel toe. En in de afdaling denk ik niet dat je Meeuwissen losschudt. Al heeft Van der Poel zo van die ingevingen om aan te vallen op momenten waar je dat niet verwacht. Op deze manier maakt hij het Pauwels natuurlijk in de eerste plaats zeer, zeer moeilijk. Hè. Dat is een ingreep die gaat toch wel meespelen straks. Dan krijg je twee jongsters vooraan met een... man van de middenklasse, laten we zeggen, die daartussenin zit. Ik heb het over de leeftijd, hè? Ja, Meeuwissen. Ja. Meeschuiven, dat kun je doen, oh, dat mag hard. Je doen. Jongen, dit gaat hard. Maar als dat ten koste gaat van toch nog 20 minuten te overleven, dan moet je op een bepaald moment een keuze gaan maken. Er was ooit een hit in onze jonge tijd, Oerend Hard. Renaat. Ja, normaal, hè? Zeker. Ja. Maar het is misschien bijna abnormaal wat de wereldkampioen hier laat zien. Want wat een, wat een manoeuvre. En kijk, dan moet Meeuwissen, de grote technicien, toch ook daar helemaal in de bocht zwieren. Is hij de bocht al uit? Ja, maar is nog niet van Meeuwissen af. Meeuwissen die altijd wat rechtop zit. Maar desondanks kracht genoeg kan ontwikkelen.
Ja. Ongetwijfeld heeft Mathieu van der Poel de grotere motor. Dat weet Meeuwse ook. Dus Meeuwse heeft een superdag nodig om Van der Poel bij te benen. En Van der Poel neemt nu weer wat meer afstand. Om over die hit verder te gaan. 10 is er achteraan hier, Meeuwse in dit geval. En wat mooi is, is dat hij ook aangemoedigd wordt door Vlamingen. Dat hoort ook zo. Dat is ooit anders geweest. Met Groenendaal ging men minder vriendelijk om. Schaakmat. Dood jammer. Door dat kleine incidentje, dat kleine foutje. Juist het moment. Ook weer goed bezig. Achtervolgen. Weer zo'n tussensprintje op de kassei. Iedere bocht opnieuw als bezetene optreedt. Dan kijk naar Meeuws. Ja, ja, nee. Wel mee proberen te schuiven. Liever sterven dan helemaal kapot te gaan. Misschien hoopt hij dat hij... Heeft hij de koers gezien van gisteren? Dat Van der Poel met snokkerheid, dat wil zeggen, iedere keer demareren en dan toch weer een half ronde rustig blijven. Druk zet? Ja, dat is misschien iets te ver gegrepen. Maar, weer een explosie veroorzaakt? Maar in ieder geval, ja, dat kan allemaal. Maar in ieder geval, zoals gisteren, 3 keer demareren en dan telkens toch wel tussenpauzes inlasten. En daar kun je dan weer van profiteren, als je dan Meeuwse bent tenminste. Klaas van Tornhout met de opdracht om het goede gevoel terug te vinden in de race. Dat kan. Ja, zijn mee bezig. Fraai wat hij doet, maar hij is niet mee echt met de kop. En dat zou eigenlijk straf zijn ook. Ook al vond Adrie daar straks dat toch voldoende om te zeggen. Hij is een van de topfavorieten voor vandaag. Mocht u gisteren niet gekeken hebben, de top die is afgerond. Van Aert naar het zuiden weer. Van der Haar zelfs niet teruggekomen uit het zuiden. Ondanks het feit dat hij in Essen een derde plaats te verdedigen had in de People's Bank. Hij springt Jan Dori. Ja, hij springt maar, zich vast. Komt dan natuurlijk wel in de blubber terecht. En ik kan me voorstellen dat dat tussen de benen niet echt soepel aan respect. Respect Patap. Voor dit, want dat was alles of niets. Dat was erop overonder en voorlopig was dat half eronder. Ik hoop dat dat geen geklingelklangel veroorzaakt. Gaat hij hier helemaal boven? Hè? Ja. Mm-hmm. Het meeste gaat dat wel doen. Ja, en heeft... doet ook Van Tornhout dat nog. Ja, maar die vallen dan wel bijna stil. Het gaat breken hier achteraan. Mathieu gaat vertrekken. Meeuwse alles op alles gezet met die sprong. Was dat gelukt, was hij mee. Dus en dan... 3 ronden verder is hij alleen. Dan had hij deze Mathieu misschien toch een klein beetje kalm, rustig gebleven. Springt daar weer risicorijk breed uit, maar weet dat dan altijd in extremis weer op te vangen. Slipper van Tornhout, zeg maar, dat mm-hmm. komt omdat hij onder druk staat. Hier, en stukken. Het is weer gebeurd. Het is weer Wacht, gebeurd. De ketting. Het is maar de ketting nu eraf, maar ze zit redelijk vast en hij krijgt dat voor elkaar. Ze is los. Netjes erop leggen. Ja, maar het duurt wel. Ja. En dan is de rest weer voorbij. Ja. En het blijft maar duren. Het is nog niet voor elkaar. Nu kan hij een volle slag rond. En dan zal hij wel weer kunnen fietsen, zeker. En ja, dan moet hij aan een volgende fase van zijn spektakelronde gaan beginnen. Pals. We gaan het nog eens bekijken. Een nukkige ketting. Ja. Rustig blijven. Niet te hard doortrekken nu. Niet doortrekken, want dan trek je alles pot vast. Hij is wel rustig gebleven. Moet hij dan gaan wisselen zo meteen? Jawel, dat zou hij toch maar best doen. Eén geluk, hier hebben ze geweldig op hun adem getrapt. Die zullen niet veel goesting hebben om nu door te trekken. Meeuwse heeft gewisseld. Maar Mathieu niet. Kijk, zie je? Meeuwse heeft gewisseld. En van Tornhout die schuddebolt van, ja, ik nog niet. Renaat. Ja, de schade was 11 seconden, Christophe Roodhoofd, na dat euvel. Ja, de koers is niet verloren, hè, Danny. Maar het is wel aanbetaand, vind ik. 2 dagen na elkaar. Het zal wel dat ja, aanbetaand is. Ja, het is aanbetaand. Hij had de koers niet gedaan. Hè. Hij is terug weg. Hij is niet van fiets gewisseld. Dus zijn ketting zal, ik denk, tussen de 2 kettingbladen vooraan. Maar hij is terug goed onderweg. Merci. Ja, en Pauwels die denkt van, oh, daar heb je hem weer. Die doe ik misschien toch weer mee als ik hem kan bijbenen. In zijn zog mee naar voren. Maar hoe lang gaat dat duren natuurlijk? Hè? Laten de seconden lopen. Ja. Amper 4 seconden. Dat is alles rechtgezet op vrij korte tijd. Alles bij elkaar natuurlijk redelijk kapot hier vooraan. Dan nog een fietswissel. Tot gevolg dat hij eigenlijk al zo goed als terug is. Ze hebben natuurlijk gevoeld tot waar hij in staat is. En hebben op de adem getrapt. En durven nu natuurlijk niet volle bak doorjassen. Al wil ik nu dat volgende beeld wel eens even afwachten. Die vaste camera waar ze hiermee opgevangen worden. Meeuwse bekken trekt. Met het is tempo onderhoud.
En Van Toornout is blij dat hij mee is. En heeft dan ongetwijfeld ook Pauwels zien komen gluren. En kijk, Merlier. Jawel. Dan rijdt hij een uitstekende cross hier in Overijssel. Ja, maar kan omhoog rijden. Merlier heeft zoveel capaciteit. Kan ook op de weg uit de voeten. Is zeer snel in de sprint. Het is Van Toornout op slechts 16 seconden. Rijdt na een mislukte start andermaal een prima cross. Dus vader Van der Poel heeft wel gelijk. Hier hebben we Vermeers op 25 seconden. Dan komt daar Van Kessel door op circa 30 seconden. En dan dat moordende stuk. Als je nog nooit gecrossed hebt, probeer het eens. En je zult zeggen van, zat er maar bij houden zeker. Rijdt weer weg van Pauwels. Renaat. Ja, ik intussen bij de pa van Tom Meeuwse. Marcel, wat was er dan net iets bijzonders aan de hand? Ik denk uit voorzorg dat hij gewisseld heeft met dat springen over die greppel daar, of die sloot. Maar Tom rijdt met Grifo's en alle anderen rijden met Rino's. Dus misschien had hij, die waren ook wel helemaal volgelopen, al die Grifo's. Dus, maar dan heb je wel minder grip, maar ja, dat zal hij goed maken met zijn technische kwaliteiten zeker. Doet hem deugd wellicht, denk ik, vandaag weer meedraaien met de top hier? Zeker, zeker wel. Ja. Het zal hem zeker deugd doen. Hij kan dat wel eens gebruiken. Dankjewel. Van der Poel is bijna terug. Kan er ook nu nog altijd zijn tijd voor nemen. Niet te brutaal terugkomen, want er is toch nog altijd een lichte vrees voor terugval. Per slot van rekening is hij nog maar aan zijn vierde of zijn vijfde cross van het seizoen bezig. Maar dat doen ze hier van voren nu ook wel fijn. Het is niet dat Van der Poel pech gekend heeft dat ze vooraan gedacht hebben van we gaan nog eens een keertje versnellen, want dat zou helemaal fataal zijn. Hij Renaat. Doet het rustig. Ja, hergroepering. Hè. We krijgen een kopgroepje van vijf, want ook Merlier is komen aansluiten. En dan zit Klaas Van Toornout daar eigenlijk niet zo gek veel achter. En dan gaat hij misschien wel, de Belgische kampioen, onverwacht in de spits van het gebeuren komen. Eens kijken hier. De zone met Michael Van Toornout, Meeuwse tweede stelling. Twee seconden daarachter Mathieu Van der Poel met dan Pauwels en Merlier in het spoor. En hier komt dan Klaas Van Toornout op top 8 seconden. Ja, ik zit ondertussen in mijn geheugen te graven. Waar in de cross hebben mensen gewacht op iemand die pech had? Ik vind het niet meteen. Niet zo voor de geest halen. Dat moet op een moment zijn van miserie dat je wacht op iemand. Daar ben ik mee. Met zijn vijf komt Pauwels er ook nog bij. Zou ja, wel eens kunnen. Die heeft een mooie herkansing gekregen. Ook omdat Michael Van Toornout voortdurend over de omheining kijkt. Ah, daar is hij. En daar is Klaas. Gaan we naar zes in totaal? Zou mooi zijn. Daar is hij al. Kampioen van België. Dat geeft de moed. Krijg het maar voor elkaar, want hier moet je toch een pak conditie voor hebben. Nou, denkt Michael Van Toornout, dit is misschien mijn kans. Die hergroepering gaat de boel misschien wel lam leggen. Dan moet ik zorgen dat ik er vanaf kom. En dat komt Klaas Van Toornout dan weer wat slechter uit. Je moet het van je ploegmaat hebben. Ja, maar het is goed. Als je hem bekijkt en een beetje kent. Als hij zo priest als een stoute kat, dan is Klaas toch wel goed. En dat was er al een klein beetje. Zo wat puffen. Wat is die Merlier uitstekend. De man uit Wortegem, Petegem. En Klaas dan weer aan het rekkertje. Ja. Zat daar net nagenoeg aan het achterwiel van Merlier. Het is echt door die tussensprint van Michael Van Toornout. Het is niet zo maar een cross waar dat alles zo eens een keertje stilvalt en waar dat je dan die 8 seconden gratis cadeau krijgt om dat te overbruggen. Michael Van Toornout kikt gewoon op die intervalcross. Is goed. Wat stonden we versteld toen we voor het eerst aan het werk zagen. Een jaar of 4 geleden moet dat zijn schuddebol. Daar is er wat met zijn derailleur, ja, zijn versnellingsapparaat. Echt. Het werkte waarschijnlijk niet naar behoren. En dan krijg je dat vlug in de gaten als coureur. Ik was aan het vertellen over Ronsen, waar hij de rest van de belofte, dat moet 4 of 5 jaar geleden zijn, gewoon degradeerde. Meeuwse. Op een gelijkaardige omloop. Waagde zich niet meer aan die sprong. Maar als je die ondergrond bekijkt, dan besef je dat. Daar kwam Klaas Van Toornout wat diep terecht. Wat te kort op de beek. Hier vertrekt er eentje. Vooral in de achtergrond vertrekt er eentje. Die zet Meeuwse weer op wat achterstand. Ah, dik is een fase van de krakende kettingen.
Of een ketting van Tornhout. Of een ketting te laten breken. Dan heb je weer dat bezige in van Tornhout, van Torhout. Mathieu van der Poel, exact tot op dezelfde knieval. Millimeter rijdt hij daar. Zijn parcours, zijn traject gekozen. De meester komt daar net iets verder al rijdend. Daar de knieval. Pats. Ondervindt geen hinder van die zware val een paar weken geleden in Kokzijde. Toen hij weggedragen werd en toen men heel even vreesde voor een heupbreuk van der Poel naar de kop. Aanval, van de Poel naar de kop. Meester had het manoeuvre door. Glipte daar nog net onder Michael van Tournout door. Andermaal op zo'n onverwacht moment. Zal ik ze daar eens een ferme loer draaien? Allee, vooruit met de geit. Klokkenluiden voor de tweede keer. Merel. Renaat. Ja, en dat is een aanval om u tegen te zeggen. Hè. En dan heeft hij 3 seconden op Meeuwse. De mond wijd opengesperd. En zo zijn ze nog met z'n vieren in de buurt. Michael van Tournout en Paulus nog in de buurt. Merlier gewisseld. Merlier heeft ondertussen Klaas van Tournout in zijn spoor. Maar dat is op 14 seconden. Meeuwse wel van de fiets. Razendsnel. Hier Van der Poel die zich helemaal naar boven is. Dan moet Meeuwse echt, echt diep, diep, diep gaan bij dat naar boven crossen. Lopen dus. Michael blijft op de fiets in de afdaling. Meeuwse de even knie van Van der Poel. Al moet Van der Poel qua techniek het belang niet onderdoen voor Meeuwse. Meeuwse wellicht nog net iets acrobatischer, maar dat heeft dan weer met ervaring te maken. Maar nu dat vermogen op dat stukje klinkers hier straks op het asfalt. Ik denk dat Van der Poel nu gewoon zal doorgeven, het tempo hoog zal houden. En dan de correctie van Meeuwse. Jawel, hier. Ai. Je komt uit de smurrie en dan verharde weg, afdaling. Zie je de concentratie op zijn aangezicht gewoon blijven geven. Hier nog even tanken bijpompen, naar lucht snakken. Want daar komt zo meteen die stevige klauterpartij. Ja, die komt er over 30 seconden aan. En dat is een lange. Die van met de penningen liggen overboord. Heeft zijn zwemvest. Hier heb je Merlier met Klaas van Tornhout. Dus Tornhout er op 17 seconden. Schik beeld. Oeh, la, 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 niks la, la, te zien. De wereldkampioen is alleen. Alleen. Na 3/4 cross. Om en bij de 3:44 minuten. Goeie Meeuwse. Hij vecht. Als het paard het houdt, niks aan te doen. Denk ik. Renaat. Opgevers, even tussendoor meegeven. Taramarkan niet meer in koers. En ook Rob Peters eruit gestapt. Andermaal. Sneu voor Rob. Komt er niet doorheen. Nee. En Taramarkan die was nogthans uitstekend begonnen. Zelfs goed aan het rijden. Op zijn adem getrapt. Meeuwse heel kort door de bocht. Paaltje en het lint bijna omver. Maar kijk naar dat aangezicht. En dit is geen komedie. Nou, dat is erover. Hè. Net erover gegaan. En Zop, dat is maar misschien 1%. En dat ene procentje. Op een moment vind daar je draait meester... het om. Als dat ene procentje straks maar geen halve minuut is. Dat kan want wel eens worden. Hij is nu pas echt in zijn sas. Zie hem zwieren. Zie hem die bovenbuis van linker naar rechterknie laten kantelen. Hopla. Maar rustig het is gaat een hij... lust voor het oog. Ja, maar rustig gaat hij niet worden. Ondanks dat hij weg aan het rijden is, het gat is gemaakt. De voorzichtigheid, dat is af en toe nog een klein beetje aan werken. Ik kan van iemand van 20 niet vragen dat hij rustig gaat niet, blijft. Gaat niet. Daar moet vuur in zitten, hè, aan de vuurmolen, Renaat. Ja, Meeuwse is aan het bekomen, volgt op 11 seconden met de Paulus in zijn buurt. En dan is de vraag voor Christophe Roodhoofd simpel. Is het gebeurd? Ja, dat dacht ik gisteren ook, maar ik denk het nog wel, ja. Ja. Ik denk dat het nu wel binnen is. Genoteerd. De eerste zege sinds februari vorig jaar. Ja, daar heb je dan heel lang moeten op wachten en dan is het normaal dat je het beste van jezelf geeft. Maar op deze manier denk ik toch wel dat het kassa-kassa is voor Van der Poel. In die ronde van de toekomst, ondanks die ene kapotte knie, niet degene waaraan hij geopereerd is, wel die gehechte knie.
werd hij ondanks dat de knieheuvel toch nog tweede in de volgende etappe. En toen kwamen de helse pijnen ook op training nadien. En dan toch de operatie door Toon Klaas, die andermaal knap werk verricht heeft. Het moet gezegd, Renaat. Ja, nog een opgever meegeven, helaas, Julie Adams. Jens Adams, klierkoorts, Julie Adams. Niet goed genoeg. Pauls is bij Meersen gekomen, dus Meersen heeft ferm op de adem getrapt. Hier heb je Michael van Toernout, die probeert uit het zicht te glippen van... Maar dat gaat niet lukken van Merlier. En hier Klaas van Toernout. Ja, die komen aansluiten. En dan gaan ze wat naar elkaar kijken. Hij doet qua postuur wat denken aan Lars Boom, maar heeft 20% meer techniek. Dat is een zware uitspraak, maar ik sta erachter. Al kon hij hier ook wel zijn vermogen kwijt, hè, op dit parcours. Waar gaat hij dan uitkomen als die percentages zouden kloppen? En daar is techniek, wel een deel. Ja, 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 dat klopt. Ik heb het niet over vermogen. Ja, 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 maar hij is tot heel veel in staat. Lars zou zich nooit wagen aan gevaarlijke of dingen zoals balken. En dat is voor Mathieu, ja, daar lacht hij mee, daar kikt hij op. Ja, en die evolutie die gaat nog crescendo. Hè. Er zal een tijd komen waarin er nog eens zal gedacht worden aan Erik de Vlaming, waarbij men de obstakels nog gaat aanpassen. Het zij in de hoogte, het zij in de breedte. Als die sport evolueert, je ziet dat nu ook aan de jongeren, hè? Als je hem bezig ziet, ligt de lat gewoon hoger op technisch vlak. Ja, mee of je ligt eraf, heel simpel. Er komt gevolg. Jongeren zijn nu al bezig met Sven Nys na te spelen. En straks wordt Van der Poel nagespeeld. Afval en dan leer je van Aert snel en dan paar je dat aan kracht, aan springvermogen. En dan komt dat. Het zal wellicht van de bonden afhangen en eventueel van de keurders van 40 naar 50 hoogtebalken. Die heb je hier niet nodig. Hoor. Nee. Dat is toch maar uit de kant gehaald, die balken. En ik weet zelfs niet of dat echt thuis hoort in het moderne veldrijden. Oh, jawel. De natuur is toch wel een streepje, ja, voor. Hier, op de... hier wel. Hier heb je, ja, dat helemaal niet nodig. Maar op een terrein zoals dat van gisteren, biljartvlak, dan leveren ze toch spektakel. En daar ga je toch voor doen naar de cross. Was Adrie met de juiste informatie. Die moest van Basie hebben. Renaat. Ja, Pauwels probeert toch nog en stagneert een beetje op die tweede plaats. Vocht op 12 seconden. Dus Mathieu van der Poel mag zeker niet verzwakken. Want Pauwels zet toch een beetje druk. Meeuwse betaalt een prijs hier op 21 seconden nu. Pauwels als 31-jarige natuurlijk geroutineerd. Goed indelend. Er staat hier aan de streep een meisje met een paardenstaart. Waarom zeg ik dat wel? Zij houdt het bordje, maar ze houdt het niet op. Ik wil nog wel eens weten hoeveel ronden er nog moeten afgelegd worden. Of gaan we zo meteen al naar de bel? Ik denk dat er nog twee ronden moeten afgelegd worden. Ah, nog drie. Nog drie. Oh, dat is nog een eind cross. Ja, maar dat zal wel wijzigen. Zodra Mathieu in het zicht komt van de aankomst, dan zal ze wel vlug een ander nemen, neem ik aan. Hebben ze het wel goed bijgehouden? Want Mathieu moet nu toch al in het zicht van de aankomst zijn? Dat gaat over 30 seconden gebeuren. Er is wat twijfel, zie ik. Dat nog klopt drie ook niet. Of nog twee. Ah, het bordje 2 is er nu ook bijgehaald. Dan wordt heel even nog geaarzeld. Wat gaan we nu opsteken? 2. De 2 dan. Ja. Dat klinkt dan beter om het uur rond te krijgen. Zullen daar dan net aankomen? Misschien eens even aanlikken aan dat uur, hè? Nog 2 ronden. Geen twijfel. Dacht ik wel. Ik hoor meneer Bol zeggen 6.50. De snelste ronde tot dusver. Pauwels komt hier op 11 seconden. Daarnet werd Renaat, of zei Renaat, op 13.14. Opletten. Houd wel rekening mee dat Van der Poel meestal uitgaat van een denderende slotronde. Meester die zit op zijn plaats. Is letterlijk op zijn plaats gevallen. Op bijna een halve minuut. Daar wordt ruimte gemaakt. Supporters die het doek een klein beetje achteruit trekken. En dan is daar toch weer dat groene waar dat renners een klein beetje grip vinden. Merlier bij zijn vroegere ploegmaat.
Hier hebben we Maaiken, die is ook teruggevallen. Vermeers. Misschien kan die na de uitstekende prestatie van gisteren een vervolgstuk breien in Overijssel. Dat deed hij ook vorig jaar. Werd hier vorig jaar in Overijssel zesde op 46 seconden van toen Wouter van Aert. Nee, ik vergis me. Vermeers werd zevende. Zevende. En Meese won, excuseer. Gisteren was het op 46 seconden van Aert. Is Toon Aerts. Toch er nog eens bij zeggen, is allemaal zonder Van der Haar, zonder Van Aert en zonder Nijs. Toon Aerts, hij die gisteren won in Duitsland. Renaat. Ja, nog eens een top nemen om te kijken of Paulus eventueel nog nadert. Ja, hij blijft eigenlijk een beetje hangen, want hier top 12 seconden blijven het. Ja, heb ik ook gisteren gezegd, als er één in staat is om zelfs met een voorsprong van nuttige seconden boot of boten af te houden, dan is dat wel Mathieu van der Poel. Denk maar aan dat WK in Tabor, waar hij verschrikkelijk snel van start ging. Dat hoge tempo wist aan te houden, maar nooit echt een voorsprong bij een reed van een half minuut. Daar moet hij even uit een krikpedaal. Mm-hmm. Ja. Is toch nog altijd die vrees voor de falende mechaniek. Versnelling dat een klein tikje het liet afweten. Dat hoorden we gewoon. En dan onmiddellijk die voet uit het pedaal uit voorzorg. Het gaat daar in stijgende lijn, geen snelheid. Het materiaal ziet ook verschrikkelijk af, hè. Dat heeft ook met enorme krachtenontplooiing te maken. Bovendien is dat ook een crosser, nog maar eens zeggen, die houdt van risicorijk crossen. Hè. Dit is ook het uiterste van zijn taak vergt. Hier, krak. Ja. En daar, snok. Ja, uit het pedaal. Eerder uit het pedaal gevlogen dan uit voorzorg. Bij Pauls merk je minder felheid, maar dat heeft hij altijd gehad. Dus eerder een flyer. Ja, heel droog. Je kan dat nauwelijks merken. Gaat het nu supersnel of gaat het net iets minder? Je moet toch prettige gedachten overhouden aan Zolder, waar het wereldkampioenschap straks betwist wordt. Dat is in Zolder dat hij voor het grote publiek, Europees publiek, mag ik dat zeggen, ja toch, opstond als wereldkampioen bij de junioren. Waar hij de topfavoriet Kuzniak afdroogde. Maar dat is wel al 13 jaar geleden. Zakjes daar over dat borduurtje, anders zouden de tubes iedere ronde sneuvelen. Voor Pauwels nu, Tjak erover. Snelle race. Ondanks het feit dat deze Van der Poel zei het ligt er zwaarder bij dan vorig jaar, dat had dan vooral te maken met het nieuwe tracé. Vooral op de weide. Pauwels, nu alleen. Voorzichtig over de beek. Opstekertje oprapen, tweede plaats in Overijssel, doet altijd goed. Was derde in 2013. Tweede in 2010. Maar dus ook oud-winnaar. De boszone nu. Op één na laatste keer. Naar de vijver toe. Er dan weer van weg. Om dan de duik te pakken. Perfect. Ook die passage naar beneden, dat was helemaal foutloos. Van Pauwels nog geen spoor hoor. Ik denk dat het verschil weer wat opgelopen is. Als Renata nog een kans toeziet, graag nog eens een tijdsopname. Begint door te wegen. Dat zie je aan de stapjes bergop. Is pas in de tweede wedstrijdhelft vooraan in de cross verschenen. Mede ook door foute last bij de anderen en door pech. Verscheen hij plots aan het front. En dan merk je dat hij toch ook
een grote motor heeft, dat hij dan toch kan afscheid nemen in dat tweede deel van de cross van een Meese bijvoorbeeld. En altijd zo rechtuit in zijn uitleg na de cross. Dat zal ook straks zonder enige twijfel het geval zijn. Hier gaan we de chrono indrukken bij het keerpunt in de Van der Poelbocht. We verwijzen naar het slierte, de schaatsbeweging van vorig jaar, toen daar moest gelopen worden, ook bergaf. Viel toen niet te crossen. Op Wippert die daar nog in de afdaling om een obstakel te vermijden. We gaan naar de 17. 17 seconden. Dat is geklonken. Als je ziet hoe dat Van der Poel hier omhoog reed, dan mag je ervan uitgaan dat er wel eentje bij gaat komen. Een seconde. Het is de periode van de heuvelcrossen, al hebben we er al behoorlijk wat gehad. Ik denk aan Gaveren, ik denk aan de Koppenberg en vergeet er ongetwijfeld ook nog een paar. Maar volgend weekend gaan we naar Francorchamps. Amai. Dan heb je daar vooral een muur waar je moet oplopen, bijna klimmen. En dan die verschrikkelijk lastige aankomstzone. Slotronde. Ja, de bel. Als er al gramschap was na de pech van gisteren, kan hij die nu uit het lijf rammen. Toch nog eens even checken onder de pettenklep door. Ah, daar heb je Pauwels. Die is ver. 17 seconden. En Renaat. Ja, alsof ze in zijn wiel zitten. Zo sprint hij de laatste keer de weide op. Nog altijd vol risico. De wereldkampioen Mathieu van der Poel. Indrukwekkend open doekjes intussen van het publiek dat ook geniet. Ja, zoekt dan nog altijd uitdagingen met zichzelf. Misschien nog snellere rondetijd klokken. Cross is voor Overijse of naar Overijse begrippen ruim bemeten. We gaan over het uur. We hebben hier vaker geweten, als het wat drassiger lag, dat we het bij 7:58 minuten hielden. Dus een ronde minder inschatten. Door de droogte en door het feit dat het parcours slechts 2500 meter lang is, is allemaal gedacht, laten we er maar eentje bij doen. En waarom niet? Hier Vermeers op 1 en 7. En dan Van Toornout die toch wel wat terugvalt. Daar straks maar niks mis mee hoor. Daar straks zou je denken van half koers, ze gaan hier allemaal op een zakdoek aankomen, dicht bij elkaar. Maar als je nu die tijdsverschillen dan toch nog bekijkt aan het eind van het verhaal, dan gaan we dicht bij de half minuut en zij straks handjes gaat wuiven. Zou hij dat al gaan doen? Zoveel honger, zoveel honger naar die overwinning. De tijdsverschillen zijn niet altijd correct aan de waardeverhoudingen. Hè? Gisteren liep dat uiteindelijk nog op naar 7 seconden. Waarom? Omdat Nijs zich gaf in de slotfase als hij zag van ik kan niet meer aan Van Aert. Hè? Ja. En als je daar ergens in positie 5 of 6 rondrijdt, zoals Klaas van Toornout, en je hebt geen plaats meer te verliezen, dan ga je ook wat meer easy. Hè? Nijs gisteren op 200 meter van de aankomst op 0 seconden. En aan de aankomst, zoals je zei, 7. Ja. Kwestie van wat doe je ermee? Welk belang hecht je eraan? Reed zich vast. Daar waar ze in het kamp, vooral verzorger Guy van Nijs, vertelde van wat de indruk dat hij net een ietsje beter was dan Van Aert. Ja, dat is praat uit het kamp, hè? Ja. Daar mag je je natuurlijk aan optrekken. Als de coureur dat doet, is dat nog sterker. Dat moet. En met Van Aert en met Nijs hadden we hier ongetwijfeld voor deze Van der Poel meer tegenstand gehad. Want zonder pech was die halfcross al weg. Dat wezen wel duidelijk. En zoals het hoort, luid aangemoedigd. Naar zijn eerste van het seizoen. Maar de vreugde zal er zijn, maar die is bij Van der Poel desondanks altijd ingetogen. Altijd met respect voor de tegenstander. Kevin Pauwels in de tweede positie en Tom Meesen in derde. Och, deze jongen werd in 2013 wereldkampioen bij de junioren op de weg, hè, mensen, in Firenze. Voor één keer kon hij wachten. Want dat doldrieste dat had hij op de weg ook wel. Maar het was hem toen ingepompt. Je wacht tot de laatste ronde. En dan ga je op de klim naar Fiesole. En dat die ging, dat hebben ze geweten. Ja, door de kenners wordt dat nog altijd hoger aanschouwd dan het veld. Zij die hem volgden liggen nu nog altijd in het sanatorium. Dat wij zo aan spreken. Weer met glans. En toch is hij liever crossen. Zal wel.
En hopelijk blijft dat erin. En er is dan ook dat besef, vraag dat maar aan Stipa, die kan daar alles over vertellen, dat je als crosser, als je tenminste bij de absolute top zit, dat je een aardig centje kunt verdienen. Hè. Zelfs meer dan een gedegen wegrenner. En ook een pak veiliger. Dat is waar. Ik ga niet zeggen dat je niet kan pijn doen in het veld, maar op de weg is het zo vaak dramatisch. Hè. Als je dat allemaal ziet. Vertikt het om dat tempo te laten zakken en... Dat moet hij ook doen, gezien hij nog in opbouw is. Hè? Jawel. Hij moet dat vormpeil nog wat opkrikken. Hè? Daar mag dat nog wat die kan bij. Nog beter. Hè? Ja, ja. Daar twijfel ik geen seconde aan. Maar daar zijn we hopelijk ons allemaal van bewust. Kijk, de ruimte achter hem is enorm. Dit is het laatste gevaarlijk stuk waar dat er iets kan foutlopen met de mechaniek. En daar is hij vanaf nu. Ja. En het blijft wentelen. Dus nog een paar bochten. Dan die afdaling naar de vijver van Rick Mehi inschatten. Die daar voor 1000 frankjes gewoon rechtdoor reed en een plonsbad nam. Tot de Jolijt van de cameraman. Was goed doorgenomen vooraf. Hier nog eens lopen. Dan toch maar op veiligheid. Alhoewel, dat moeten ze hier iedere keer in de loopfase overgaan. Kijk naar die uitstekende wortels. Ja, dat zijn gladde palingen. Die kun je best vermijden. Verankert op plaats 2. Het doet deugd dat hij aangemoedigd wordt. Hou we zo. Kijk eens hoe ver Pauwels nu al achter is. 25 seconden. Ja, dat zal heb je er daar niet ver vanaf zijn. Logisch. Je weet dat hij weg is. Dat er eigenlijk niets meer achter u beweegt. Ja, daar hou je het voor bekeken. Tom Meeuwse, fotografen en journalisten staan klaar voor de blijde intrede hier in Overijssel van de wereldkampioen. Wat kan Overijssel beter overkomen wat de eerlijst betreft dan een wereldkampioen? Waar de wereldkampioen Erik de Vlaming ook zo vaak won, tot liefst 9 keer in de afwezigheid van tal van toppers, zal het gevoel dan toch nog wat opgekrikt worden. Daar zorgt deze Van der Poel voor. Nog 400 meter koers. Allee, vooruit. Nog een laatste keer deze nijdige, nukkige helling overwinnen. Nog wat trekken en sleuren en dan we zijn we er vanaf. Ja, het is binnen. Genieten, jongen. Je hebt ervoor gevochten om terug te keren. Daar nog wat voorzichtigheid. Dan dat platen bruggetje over. Dan naar de klinkers. De S-bocht. En dan afronden. Afklokken. Pauwels nog eens even omkijken. Komt er iemand? Nee, er komt niemand aan. Hij de rits dicht, want de sponsor moet duidelijk leesbaar zijn. En dit moet deugd doen. Hè. Jawel. Dit moet enorm deugd doen. Het is 10 maanden wachten, hè, jongens. 10 maanden wachten. Om nog eens te winnen. Ja. Met zwier, met allure. Zonder die pech wint hij hier met 3/4 minuut. Maar dit volstaat ook. En de knie... Het euvel aan de knie is overmeesterd, ja. Overwonnen. Een museumgebaar. Ja, bedankt, Toon. Daar komt Pauwels binnen. Plots in beeld gekomen, misschien tot zijn grote verrassing, na een wat mankeliek begin. Halverwege de cross. En hier komt hij dan binnen op 22 seconden. Geen punten vandaag, losse cross. Maar wel Overijssel. Meeuwse na winst vorig jaar goed voor een podiumplaats. Hij wordt derde. Goeie. En Merlier gaat nog naar plaats 4. Klaas van Tornhout op 5. Daar trekt hij zich wel aan op 44 seconden. Hier komt van Tornhout binnen op 48 seconden. Onmiddellijk afdrukken en straks de gegevens downloaden. Dan heb je daar Vermeers. 5 zijn er binnen. 6 voor Vermeers. Na 5 gisteren. Dat is een herhaling van zijn prestatie van vorig jaar. Zelfs iets beter. Dat is goed. Bevestiging van gisteren. Hè. Dus, Doet hem deugd. Jawel. Je ziet het ook. Hè. Op 1 en 14. 2 dagen aan elkaar. Dat wil zeggen dat je terug bent. En daar komt Van Tornhout binnen.
6-7. Heeft de wedstrijd in het begin nadrukkelijk meegekleurd. Heeft zich duidelijk niet gespaard. Was Jandori de snelste opener. En dat hebben we niet gezegd, want het kan zijn dat er daar een prijs voor betaalt in het tweede deel. Dat is logisch. Ja, heeft hij gedaan. Wel goed in beeld geweest. Op 1-42. Dan krijgen we Van Kessel op 1-47. 8 hebben we goed geteld. Hier komt Meissen, die hier in het verleden ook wel eens vrij dicht eindigde. Vijfde bijvoorbeeld in 2012. Zesde vorig jaar. Hier zit hij nog net in de top 10. En dan Aarts op 10 en Arnaerts op 11. Jim Arnaerts wordt deel met Fidea. We gaan er nog eentje mee pikken. Dat is Jens van de Kinderen. Bij de junioren en in het begin van de belofte bij de top of net daaronder. Maar dan komt het, hè. In die beloftecategorie die in het slechtste geval 5 jaar duurt, van 18 tot 23, is geduld nodig en kunde en groei. Ja, en wat doet het lichaam? Voilà. Het gebaar. Museum 2000 rond, dacht ik. Parijs-Roubaix. Straffe kerel. Daar is zijn broer David nog aan de laatste stroken bezig. De uitslag: 1 Mathieu van der Poel, 2 Kevin Pauwels, 3 Tom Meusen, 4 Merlier, 5 Klaas van Tornhout, 6 Jenny Vermeers, 7 de Michael van Tournhout, 8 Corné van Kessel, 9 Marcel Meissen en 10 Toon Aarts. Met Van der Poel, Merlier, Vermeers, Michael van Tournhout, Van Kessel en Aarts hebben we toch weer flink wat jongsters in de top 10. Maar het moet gezegd, na de ongenaakbare Van der Poel zijn het wel de anciens, nou, middel-anciens, Pauwels en Meusen die hier het best wegkomen. En dat is ook maar de logica. Die wordt vaak gerespecteerd. Nee, altijd gerespecteerd hier in Overijs. Zonder twijfel. En dat is het parcours, hè, dat parten speelt. Dat nooit liegt, zegt men dan. Nee. Of het nu droog is, of het nu hard geregend heeft, dat maakt eigenlijk weinig uit. Er staan 2 Van der Poels op de erelijst van de Druivencross. In 1994 vader. 2 jaar later werd hij nog wereldkampioen. Op zijn 36e. In Montreuil, daar was jij ook bij. Ja, Parijs. Hij werd zoveel jonger wereldkampioen. Hij wint nu in 2015. Hier Kevin Pauwels. Zo werd hij genoemd door zijn vroegere coach Mark Hermans. Met wie hij de beste relaties onderhield. Jawel. Veel jong volk, nog wat nagenietend, nog wat nadrinkend. Let op, jongens. Een Bob kiezen. Wat wil je graag nog eens zien? Hier dit. De gemiste start van Van der Poel, die zich afzette met zijn voet en dan daar in slip ging. Dan ziet hij er een stuk of 12, 13 voorbij gaan. Michael van Tournhout wacht niet. Taramaka kent een goede start, zal later hopeloos terugvallen. Pauwels ook goed gestart, maar die zal ook wel wat terugvallen. En een nijdige Meusen. Meusen die uitdrukkelijk in beeld zal komen in de eerste wedstrijdhelft. Die vooral wilde profiteren van het falen in de start. Nou, missen van Mathieu. De terugkomst van Mathieu zo lang mogelijk uitstellen en ervoor zorgen dat hij daar zoveel mogelijk energie moet insteken. Maar wat heet het? Einde van de tweede ronde komt hij daar al vooraan aansluiten en gaat hij mee de dans bepalen. Ze gaan in de fout. Pauwels gaat daar in de fout en gaat dan voeling verliezen. En Van Kessel die dacht van laat ik hem dat eens nadoen. En Van der Poel die het heft in handen neemt. Gas gaat geven in iedere strook die hem dat toelaat. Daar waar de anderen half slag zijn maken. Risico in de afdaling. Nou, voor Van der Poel is dat niet eens een risico. Dat is wat anders. Dat deed denken aan dat fatale beeld van gisteren. Hier was de fataliteit niet zo groot. Dat kon hij nog in 2 beurten, 2 tijden herstellen.
En dan kon hij weer op pad met dat vehikel. En wat kwam hij dan razendsnel weer vooraan postvatten. En daar gaat hij. Daar gaat hij. En Van Toornaert heeft dan niks meer terug. Die laat Jandori de opening voor Meersen. Meersen probeert nog bij te pikkelen. Maar dat zal allemaal te vergeefs zijn. Hier denk je, nou, het kan nog, maar op dat volgende beeld kan dat niet meer. Dan is hij Ribbedeby en dan heeft hij nog voldoende tijd om zijn voorsprong te vergroten. Zijn overheersing uit te bouwen, te demonstreren. En als je Mathieu van der Poel heet, dan doe je dat tot het einde. Dan blijf je power zetten tot het finale gaatje. En dan dat kniegebaar. Voilà. De miserie is weg. Streep daaronder. Ik win weer. En dan in Overijssel nog. Pauwels tweede en de man van Essen derde. Meus. Zij hadden een goede dag. Zou Mathieu al klaar zijn voor een interview? Of gaan we nog een beetje kijken naar deze stoeiende jongetjes? Mathieu is bijna klaar, zegt de meid. Dan ga ik eens op zijn steekkaart kijken. En dan zeg ik u dat hij derde was in Kokzijde. Dat was bij zijn comeback. Dat was al fantastisch. Vooral omdat die slotronde zo heerlijk was. Dan hadden we een vijfde plaats in Hamme. En gisteren na pech ligt daar op weg naar de zege in Essen. En hij is klaar. Hier is Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel. Of moeten we zeggen Mathieu Museeuw. Wat was de bedoeling van je zegebaar? Ja, zoals je zegt, zoals Museeuw. Heel blij om de overwinning vandaag te pakken. Die knie, is het zo erg geweest? Heb je de buitenwereld misschien de ernst van de zaak een beetje verzwegen? Nee, dat niet. Ik denk de blessure op zich veel wel mee, maar het is het revalideren en zo dat wel wat mentaal soms wel wat moeilijk was. Maar om er dan zo terug te staan, dat is leuk om al die keren dat je hebt afgezien, om dat dan terug zo te kunnen vergoeden. Dan begrijp ik het, knie en revalideren. En dan moest je denken aan die fameuze revalidatie van Museeuw. Ja, bij hem was het nog wel erger natuurlijk, maar het is een hele grote meneer in het wielrennen. En mijn ploeggenoot Wouwsleben heeft het ook al eens gedaan toen hij won. Op Roubaix dan op de piste bij het veldrennen. En ik vond het wel leuk, ik zat er al mee in mijn hoofd om de eerste keer dat ik terug won, om dat te doen. En, het is redelijk snel gekomen eigenlijk, mijn vierde cross. En, ik ben heel blij om nu al op dit niveau te staan. Gisteren sputterde het versnellingsapparaat nog tegen. Vandaag op een bepaald moment een weerbarstige ketting. Maar je was nooit in paniek, hè, met dat kettingincident? Nee, niet echt. Ik miste mijn start al omdat ik wegschoof met mijn voet toen ik wou afzetten. En dat kostte me al vrij veel kracht om voorin te komen. Dan kreeg ik een gaatje met mijn demarrage. Was ik eigenlijk iets over mijn toeren aan het gaan. Ik spring op en mijn ketting zit helemaal dwars. En toen dacht ik eigenlijk wel dat het over was. Ik kwam dan terug voorin en ik slaag erin om nog eens alleen weg te rijden. En ik heb wel heel hard heel diep moeten gaan op een gegeven moment. Maar ik was toch nog een beetje met Essen in het achterhoofd gisteren. En ik was zo gebrand op revanche dat wel extra moed gaf. De ketting erop leggen op zo'n momenten, dat is alles behalve evident. Ja, maar het was iets raar, want ik had hem er gewoon opgelegd. Ik draai en hij komt weer dubbel te zitten. En dat twee keer of zo. Normaal, als je die erop legt, is dat terug in orde. Dat duurt nooit lang. Maar om een of andere reden kwam hij altijd terug dubbel te zitten en daarom duurde het iets langer. Maar ik kwam nog vrij goed terug voorin en toen heb ik wel even op adem moeten komen. Je weet dat je vaak in de voetsporen van je vader treedt. Winnaar hier in 94. Doet dat iets met jou? Goh, ja, het is leuk natuurlijk, maar het is niet dat ik daarmee bezig ben of zo. Gisteren heb je me dat ook verteld, in ieder geval. Maar hij heeft veel crossen gewonnen en dan is het logisch dat hij hem ook ergens kan opvolgen natuurlijk. Maar het is gewoon heel leuk om hier terug te staan. En dat maakt alles goed, zowel voor mij als voor de ploeg, denk ik, om dit al te kunnen. Maar ik vond het toch jammer dat ik gisteren door die pech mijn eigen niet voor de overwinning heb kunnen vechten. Het was zeker nog niet binnen op dat moment, maar ik had wel goede papieren. En, dat vind ik wel jammer, maar deze is binnen. Ja, want die cross is inderdaad binnen. Eerste overwinning, eerste losse cross. Nu een klassementscross, volgende zondag al. Spa-Francorchamps, enorm lastige wedstrijd. Ja, dat is heel lastig, die wedstrijd. Ik rijd de dag voordien ook in Mol. Maar ik heb vandaag laten zien dat ik die wedstrijd van gisteren goed verteerd heb. En ik hoop alleen nog maar beter te worden de komende weken. We zijn benieuwd. Proficiat alvast, Mathieu van der Poel. Tweede, Kevin Pauwels. Je zag hem rijden, maar het was onmogelijk om er nog naartoe te jumpen? Nee, zeker in het begin was ik niet goed. En, op het einde kwam ik nog eens gekorter, denk ik. Maar
Ik had niet meer de bijnaam eruit te rijden. Oh, je bleef dan eigenlijk hangen op 11, 12 seconden. Je zag hem de hele tijd wel ergens tussen de bomen fietsen. Maar eens Mathieu van der Poel los is, dan wordt het heel moeilijk, hè? Ja, ik voelde het in het begin al dat hij overschot had. Hij speelde er een beetje mee, denk ik. Ik heb niet het gevoel zelf dat ik wil. Waaraan ligt het, denk je? Want ja, die starts van jou, we zijn dat niet gewoon. Hè? Vroeger was jij toch de man die heel snel het veld kon induiken. Ja, mijn start was nu ook nog goed, maar aan de eerste toer ben ik gewoon niet goed. En ik weet niet wat het ligt, maar in Ruddervoorde en Neel ging het heel goed. En daarna is het eigenlijk niet meer echt super geweest. En je hebt geen idee? Geen verklaring? Nee, ik weet het niet. Wat kan je eraan doen? Ik wou gewoon over dat beter, denk ik. Oké, bespreken natuurlijk met de begeleiding, met de ploegleiding. Ja, misschien toch eens broedrollen trekken, dat is ook al een tijd geleden. Maar dat alles in orde is en dan zullen we wel zien. We zullen zien. Oké, troubles dus bij Kevin Pauwels. Een bloedanalyse dringt zich op. Ja, Tom Meeuwse, kwam jij jezelf een beetje tegen? Je bent wel nog mooi derde geworden, maar je wou natuurlijk winnen, hè? Ja, ik had in het begin goede papieren, maar toen Mathieu nog niet gelijk mee was, zat ik een beetje in de tang van Sunweb, maar goed tempo blijven rijden. En toen Mathieu de bergjes zo hard begon op te vliegen, kwam ik net iets te kort en ik kreeg een mentaal tik toen hij mij eraf reed. En die is ik niet meer te boven gekomen. Er was dat ene moment, het beekje bij het cultureel centrum, een machtige jump, maar ook een gevaarlijke sprong. Ik dacht, ik kan me niet meer schelen. Dat was mijn enige manier om terug op het wiel te geraken. Ik had alle bochten tegen 1000 per uur gepakt. De bergjes, ik kon niet rapper. Dus ik dacht, ja, die is sloot om het gebeuren. Maar dat was ook geen goede beslissing. Maar, dus ik zeg het, ik wou zo graag meegaan, maar ja, ik ben eraf gereden. Als ze dit erin houden in het parcours natuurlijk, en het is hier ooit een Friese editie, dan kan je daar wel over springen. Hè? Ja, ik moet niet altijd hopen op Fries weer. Er zijn 35 crossen op de winter die in de modder gereden worden. Dus ik zou graag in de modder ook kunnen winnen. Dat is genoteerd en dat begrijpen we. Tom heeft ze toch proficiat met die derde plaats. Tom Meeuwse, de winnaar van vorig jaar, toen voor Klaas van Turnhout. En derde was toen, Klaas van Turnhout, zo moet ik het zeggen, derde was toen Mathieu van der Poel. Die reed toen ook bestendig mee voorin, maar moest dan in de slotfase de duimen leggen voor de ontketende Meeuwse, die in dat viertal, want ook Walsleben was toen nog mee vooraan. Waar is die gebleven, zeg? Oh, zonde, Philippe. Van der Poel kon toen zijn stempel niet drukken. Dat is nu wel helemaal anders. Heeft dat dan ook te maken met de staat van paraatheid, van frisheid in vergelijking met mannen die toch al een heel eind op pad zijn in dit seizoen? Ja, dat speelt mee natuurlijk. Maar je ziet dat Van der Poel ook groeit. Hè. Dus ook zonder dit of zonder die frisheid zou hij wellicht hier ook wel gescoord hebben op een bepaald moment. En wat met de afwezigen? Die hebben natuurlijk altijd ongelijk. Maar het is vooral sneu voor de moeder van alle crossen. Ja. Dat nieuwlichters zoals Van Aert en Van der Aar, dat is echt, we hebben dat niet nodig. Dat is doodjammer. Ja, dat is als er één cross traditie heeft, is het deze wel. Van Aert, ja, natuurlijk. Voor de zon gekozen. Gisteren al teruggevlogen. 22 graden fietsen. Trainen. Als hij straks een Belgisch kampioen en wereldkampioen wordt, dan gaan alle kenners zeggen van groot gelijk dat je skipt. En dat zijn natuurlijk al stemmen die al jaren opgaan, vooral in functie van Nijs, die overal altijd alles wilde winnen en alles reed. En dan vaak moest aflaten op wereldkampioenschappen van pak, dat is verstandiger aan. Zit hier en daar eens een kruisuiver en een cross. Zij doen dat nu. Maar het doet zo'n pijn als ze dat doen met Overijssel. Vroeger in de jaren 60, 70 werden er 3 crossen rechtstreeks uitgezonden. Het wereldkampioenschap, het Belgisch kampioenschap en Overijssel. Ik weet het. Begrijp je, hè? Dus maar aan de andere kant zijn er ook andere partijen. Hè? Dus, Sven mocht niet staan. Traditie is er ook om in stand gehouden te worden. Misschien moet er eens nagedacht worden over inderdaad een toetreding tot een regelmatigheidscriterium. Dan krijg je een ander gevoel. Oh, dan zou je hier een bom kunnen verwachten. Tot nu toe was dat niet nodig, omdat de voorgangers
respect hadden voor de traditie. En dat is nu wat weg. Pauls, de winnaar van 2008. Ik heb het snel voor u even opgezocht. Dat is al 7 jaar geleden. Stond nog eens op het podium in 2013. Na Nijs en Van der Haar. Om u maar te zeggen dat Van der Haar dit terrein ook wel aan kan. En dan is daar de glansrijke winnaar. In twee tijden, ondanks pech. Maar voor de rest was het met de rest weg. Ranke atleet. Staat met zo'n witte wereldkampioenentrui. Voor de start draagt hij een zwart exemplaar. Ja, even fraai, indrukwekkend. Ja, dan maakt die atleet minstens zoveel indruk. Ja. Maar toch moet die trui wit blijven. Maar voor de training is het toch wel een fraai truitje. En dan bekers en geschenken die uiteraard worden overhandigd. En nu appreciatie voor de prestatie van deze renners. Mathieu van der Poel, Kevin van der Poel, Pauls en Tom Meeuwsen. Pauls en Meeuwsen. Behorende ongetwijfeld tot de wereldtop in het veldrijden. Het gevoel leeft dat Van der Poel, als hij tenminste in de toekomst hier de traditie wel respecteert, dat hij hier nog vaak op het podium gaat staan. Want het parcours is hem op het lijf gesneden. In de eerste plaats, maar dat zie ik heel breed zelfs, de mogelijkheden van deze jongeman. Maar Overijssen, ja, dat is lastig, dat is bergop. En in normale omstandigheden is daar ook nog wat loopwerk bij. En dat kan hij dan ook nog eens een keertje. Oké, zoemt Virginie de Knippel, ex-druivenkoningin. Nu is er een druiven... Hoe heet het nou weer, Paul? Druivenambassadeur. Ja. Ik zie hem niet meteen in beeld. Goed, bedankt Paul, bedankt Gunter Hergots en zijn hele ploeg. Ik laat het slotwoord aan Renat. De druiven waren in elk geval niet te groen voor de jonge wereldkampioen Mathieu van der Poel, die vandaag in de voetsporen van zijn vader is getreden. 31 jaar later wint Mathieu van der Poel de druivencross. Volgende week is de veldrittop aan de slag in de Superprestige. Ruime samenvatting daarvan kan u volgen bij Sporza op zondag. Om live te kijken moet u overschakelen naar Playtime, een van de Telenet-kanalen in OpenNet. Dank voor het kijken hier alvast voor deze druivencross. Het was weer een klassieker. De wereldkampioen kwam, zag en overwon. Tot de volgende.